goede motoriek heb je eigenlijk dat hele circuit van hersenkernen nodig. En wat wij nu doen is in één van die hersenkernen een elektrode brengen. Want die is zeg maar oververhit. En wat wij nou doen met dat stimuleren, dat weten we niet. Remmen we de oververhitte kern of stimuleren we juist de resterende... Maar ik ben leeg, maar ik zou denken, en je brengt de stroom in, dan wordt hij alleen maar warmer van. Ja, dat is dus niet bewezen. Okay. We weten het echt niet. Ik geef het aan Marten. Vragen van de kijkers. Ja, we hebben al een paar keer benoemd dat de hersenen gevoelloos zijn. Maar ik heb ook al een paar keer de vraag binnen gehad, als hersenen gevoelloos zijn, waarom doen ze dan zo'n verrekte pijn af en toe, als je hoofdpijn hebt? Waarom doen hersenen zo ontzettend pijn? Ja, dat klopt. Ja. De hersenen kunnen pijnloos zijn. Helaas zijn de hersenvliezen uiterst gevoelig. Okay. En dat weet iedereen die ooit eens een keer migraine heeft gehad. Ja. Of een, heb je het idee dat het echt in je hoofd zit? Ja, ja, natuurlijk. Maar de meeste pijn van het hoofd komt aan de buitenkant. Komt van de buitenkant. Dus, en niet van de hersenen zelf. Ja. Schedel, huid, spieroppervlakte. Dat doet allemaal pijn. Dat zijn nek bijvoorbeeld, kunnen hoofdpijn geven. Ja. Ik ga nog even naar onze patiënten. We hebben nog niet gehoord, Isaac van Maas. Isaac, jij bent een aantal jaren geleden ook geopereerd. Klopt.